zo mooi zou vinden. Yes, we hebben al mijn strijders en strijderinnen, mijn neven en mijn nichten. Het is je boy QC en we zijn nog steeds in het gebouw als een broodje bepauw. Oh jawel, we kennen ondertussen allemaal het spel Among Us. En we weten allemaal dat de imposters zichzelf nooit zouden verraden en zichzelf ten alle tijden zouden verdedigen. Maar aan de andere kant zeggen ze ook, iedereen is te koop. En ik ga dus kijken of imposters echt sterk genoeg in hun schoenen staan of dat ze zich laten verleiden door het geld en hunzelf en hun teammates verraden. Oh jongens. Ik heb er nu al zin in. We gaan op zoek naar livestreamers. Let's go! Nog 6000 mensen hebben de kans om de 100k squad te joinen. Dus join de squad. 58% is nog niet geabonneerd. Dus abonneer en dank u zijn. Oh, jongens. Fato is imposter. Fato is imposter. Ja, Fato, nee, die is overtalen voor geld, hè. Jongens, Fato? Fato, die is zo omkoopbaar. 100%. Kijk alsjeblieft je chat. Anders ga ik hem bellen. Ik ga hem bellen. Want dan gaat hij niet op zijn chat kijken. Hij zet zijn telefoon op stil. Hallo! Yo, Fato! Ja! Je bent imposter, toch? Ja! Ik geef jou 25 euro donatie als je jezelf snitcht. Ik geef jou 50 euro als je je teammate erbij snitcht. Is goed! Maar dan moet je nu naar die knop gaan. Hij is nu, wow. Ga je jezelf snitchen of nee? Is goed! Oké. Die gozer hoeft zichzelf niet over te halen. Hey, boys! Boys! Alpa en ik ben het! Broer. Wat? Alpa en ik ben het! Hoe zeg je dat? Binnen, we zijn het. Man. Wij zijn het, man. Hij is goed bereid. Stem op ons. Goed vader eruit. Waarom zou hij wel zijn gebruik vernieuwd? Gewoon zijn imposter. Maar waarom zou hij zijn team misleiden? Waarom zou hij zijn team misleiden? Jongen, mensen hebben nog echt gedaan, hoor. Ik vind het veel leuker dan ik had verwacht. Fato, daar gaat je ziel. Nou, jongens, we moeten wel onze woorden waarmaken. Dus wij gaan eventjes een donatie voor hem gooien. Oh, boys, Fato. Kijk, ik heb 5 donies nodig, man, boys. We tanken, man, boys. Boys, doe die koude emergency call, man. Ja, hij wil die andere emergency call. Broer, doe die emergency call. Jongens, ik vind het... Ja, deze Alpa kan geen taalscheid voeren. Doei. Ik weet niet welke slalom parcours jij aan het doen bent, maar dit is... Alright, boys, free tank, man. QC zei 50 euro. 25 euro als je zelf naait, 50 euro als je teammate en jezelf naait. Want ik wist dat Fato zo snel over te halen was. Echt niet normaal. Even kijken of hij de donatie mee krijgt. Met een bijpassende tekst. Als hij nu nog een keer is echt mooi. Oh ja, donatie, man, boys. 50 euro van QC! Alsjeblieft, snitch! Oh, Fato, zo mooi. Ik wist het gewoon, jongens. Ik denk zelfs eerlijk gezegd dat mijn Fato gewoon een 20 ook had geholpen. Hij denkt, fuck die shit. Fuck mijn teammate. Oké, we hebben weer een imposter. Dit is Nivek. Oké, ik schrijf dus, yo, Nivek. QC, ik heb een voorstel. Als je jezelf verraadt als imposter, dan neer ik 25 euro. En als je teammate erbij verraadt, krijg je 50 euro. Ik hoop dat hij het leest. Maar ik denk niet dat deze jongen het gaat doen. Hij is wel heel blij om imposter te zijn. Zijn we natuurlijk altijd. Ik ben benieuwd. Tempting offer, quiz, maar ik denk het niet. Oké, hij is sterk. Wie is... Quiz? Quiz? Echt... Quiz? Huh? Quiz? Mooi hoor. Je staat wel sterk in je schoenen, ik moet het toegeven. Hij zegt, ga dat niet doen. Misschien gelooft hij ook niet dat ik het geld doneer. Oké, ik moet het toegeven jongens. Kijk, het is natuurlijk een soort van social experiment. En hij staat sterk in zijn schoenen. Hij denkt, fuck die money. Ik ga het niet doen. Daar moet je ook respect voor hebben. En dan haalt het ook wel de video. Oh, Duplan. Wat gaat Duplan doen? Ik geloof dat Duplan het ook wel gaat doen. Duplan, alsjeblieft, kijk chat. Ik wil hem overhalen. Hij leest het volgens mij. Ja, Duplan, joh, je ziet geld. Hij ziet geld. Kijk, sorry chat. Ja, lees het. Ja, mech. Zeker goed, man, Crocs. Even gewoon een heerlijk... Nee, je moet het geld verdeeld lezen. Ik heb de wedstrijd gekeken. Helemaal goed. Kijk, ik ga Vince... Nee, lees die ding. Biden, heel stinks voor je follow. Je welkom in de stream. Lees. Even kijken. Lees. QC, eens even kijken. QC. Ik heb een voorstel. Als je jezelf verraadt als imposter, doneer ik 25 euro. Als je ook teammate erbij verraadt, krijg je 50 euro. Bro, ik moet nadenken. Wat moet ik hierop doen? Ja, moet ik doe het doen of niet? Ja, tuurlijk, doe plan. Tuurlijk. Ja, is het echt oké? Ik ga nog even eentje killen en dan verraad ik mezelf en mijn mede-imposter. Oké, ik wil nog wel even eentje killen. Oh. Oké, hij gaat het doen. Liggen. Kijk, hij vindt het moeilijk. Mijn vision is ook fucked up. Maar gaat hij ook zijn teammaten bij snitchen? Hij vindt het spannend. Fato had er geen moeite mee. Stem mij. En gaat hij ook stem Jappie? Daar naar Jappie Beer en jullie hebben gewonnen. Wat is het dan weer?
Oh, wat is dit heerlijk! Nee, dan sta je op Jappie Beer eerst. Ja, stem maar mij eerst en dan op Jappie Beer. Er is een deal in chat en trust me hierin, please. Ik wist niet dat ik dit zo mooi zou vinden. En daarna wel Jappie doen, hè? Daarna wel Jappie doen, anders pak ik de deal niet. Ik geloof Dupelan wel, want hij gaat wel zwaar te campen buiten elektrisch. Ja. En niets aan doen. Precies. Gaat hij dat geld ook delen met Jappie Beer? Als Dupelan het niet is, dan betekent dat er nog twee zijn. Nee, ik ben het. 100.000% believe me, ik ben het. Ja. Please, believe me hier. Ik ben het en Jappie Beer ook. Het gaat om een deal die ik nu via chat heb meegekregen. Jullie krijgen helaas niks. Ja, en wat Jappie Beer? Jullie krijgen een suppie van mij. Oh, een suppie. Oké, dat is aardig. Ja, dan moeten we het ook gaan doen, hè. Wat voor deal was dit? Dan gaat dit uitleggen. Doe gewoon, ik vertel je het zo. Eerst even doen. Trust me, 100. Ben ik een keer imposter? Nee, echt niet. Echt niet. Maar wat is er dan? QC kwam net in de chat, die zei van, oké, als je zelf verraadt, krijg je €25. Als je imposter ook nog verraadt, je mede imposter, krijg je €50 gedoneerd, dus... Jongens, man van mijn woord, dan moet ook de money binnenkomen. Mijn geld is hier binnen, jongens. Maar ik zie dat QC €50 getipt. Hey, super bedankt, man. Kan er ook alsjeblieft ook nog hartjes richting QC AB. Let's go. Super bedankt, man. What the fuck, ouwe. €50, kom ik nu ook in een YouTube-video of zo, hey bro? Ja, sowieso. Die video moet terugverdiend worden, pik. Oké, jongens. Joost is... online. Ik ga hem gewoon vragen. Ik heb hem ook via Discord gestuurd. Heeft hij het gelezen, denk je? Het tuintje links van Laboratory. Ik kom daar net aan. Oh, hij heeft geen oef. Ik zie Wouter daar voorbij lopen. Hij is aan het twijfelen. En ik heb hem al een tijdje in de gaten gehouden. Hij is al een tijdje geen dingen geweest. Puck stond met mij daarboven. Oeh, hij twijfelt. Hij is eindelijk imposter, zegt hij ook tegen mij. Hij weet niet of hij dit wil doen. Dat zegt hij op Discord. En daarna is hij dan weer naar het tuintje gelopen. Kijk hem lachen. Want ik had hem niet links gezien. Oké, chat, luister. Jullie moeten me even helpen met dit. Ik heb dus een DM gekregen van QC. Dat hij een video aan het opnemen is. Shoutout QC. Hij wil dus dat ik link naai. En mezelf. En als ik dat doe, dan krijg ik €50. Chat. Is dat het waard? Is dat het waard? Ik moet dus een kill maken. En link naaien. Oh mijn god. Okay. Jeroen? Kan ik nog een beetje vinden? Of? Sorry, mijn muziek op stream, dus ik heb hem weer aan. Jeroen? Oh, okay. Waarom dood jij je beste vriend? Hallo Jeroen, je moet wel unmute om jezelf te verdedigen hier. Oh ja, hallo, sorry, ben ik weer. Ik heb nog een report, hou je bek dicht. Ja, dus? Dat is moment. Je wat nou dus? Je maakt hem dood voor mijn neus en hier. Waar sta je? Oké, het is Link. Ik deed super lang over, dan moest je zo'n QR-code omdraaien en dan moet je hem scannen. Maar ik wist niet dat je hem moest omdraaien. Dit is de eerste keer dat ik deze fucking map speel. Dus ik deed dat super lang over. Toen wilde ik doorlopen naar Specimen Room, want daar had ik ook een opdracht. En in die douches, daartussen admin en Specimen Room, daar lag een dood lichaam. Link kwam er net vandaan. Chat, ik moet mezelf naaien en Link, hè. Ik kan nu niet Link... Ik ga nu niet vingerpointen. Luister, ik liep naar Labs en toen zag ik inderdaad dat Link de kill maakte. Het is Link. Het is gewoon Link. Fuck! Link probeert deze truc altijd. Ik wil het helemaal niet doen! Sorry, Link! Hij doet het ook nog. Ja, het is Link sowieso. Fuck! Nou moet ik mezelf nog doen. Wat dacht je dan? Waar was je? Ja, ik liep in Labs. Ik was daar met Puck uiteindelijk. En ik zag Link de kill maken, dus. Ik wou net die medscan gaan doen. Hij heeft het gewoon gedaan. Hij heeft het wel fuck jou, gedaan. QC. Ik vind het niet chill, oké? Okay? Ik wilde Link helpen. En nu zit je zo te doen. Goddammit. Goddammit. Oké, ik wil nu... Bij een hele grote groep mensen ga ik gewoon in de vent duiken of zo. En dan is het klaar. Geef me die €50, QC. Geef me die €50. Ja, sowieso. Je verdient hem. Kijk of die even matchcan gaat doen. Oké, dat is fine. Oké, ik wil nu... Ik wil eigenlijk helemaal niet heen. Rot op, ik wil hier helemaal niet heen. This is gonna happen. I'm gonna do it. Oké. Oké, gaat het doen? Oké, ik liep naar Fix Lights en ik killde Wouter. Nou. Ik denk dat het de boos. Zag je me verdwalen, Rudy, tegen alle muren aan te lopen? Ik ga helemaal stuk. Waarom ben ik zo slecht? Ik moet hem aanlopen, maar ik heb uiteindelijk mijn task gevonden bij Specimen Room, die 1, 2, 3, 5, 7, 8. Ik ken niet hier zo van. Ik was in laboratory met Joost en ik heb het gedaan. En Joost ging toen naar Specimen. Luister, ik ging in Specimen, wilde ik in, maar deed ik niet. Dus ik sabotage Light. Toen liep ik naar Light en killde ik Wouter.
Link is ook weer rage quit, I mean. Ja, tuurlijk is Link rage quit, want ik foutste hem eruit. Hij is weer rage quit. Het is goed. Wat? Ik ben zo... Oh, ik moet nog stemmen, sorry. Oh, wacht. Joost kreeg een donatie en daarom deed hij dat. Oké. Thank God. Link, je krijgt de helft van de 50 euro. QC, you better pay up now, oké? Ik heb deze game getroond. Ik geef Link de helft. Ik vond dit zo moeilijk. Ik haat dit. Joost heeft me ook echt laten lachen. Ja, daar is die! De 50 euro! Jongens, vriendschap worden echt opgefokt met deze shit. Oké, Link, ik heb Link 5 gifts gegeven. Ik heb wel letterlijk geen baan, Rudy. Dat vind ik nice. Dat heeft hij wel even gedaan. Hij wilde, kijk, dat voor mij, van de anderen heb ik dat niet echt gehoord, hè. Ik weet dat Fato het ook niet zou doen. Duplan denk ik ook niet. Maar... QC, ik voelde me zo schuldig. Ik heb de helft hier aan Link gegeven, omdat ik me zo schuldig voelde, oké? Ik voel me zo goed. Oké, jongens. Link tegen is ondertussen weer terug. En hij is nu in de chat zelfs. En hij zegt, ik verraad Joost voor een tientje. Tientje Link, met een vraagteken. Hij zegt ja, lekker. Sinds wanneer kan je er fans zijn, Joost? Dat ken ik al de hele tijd. Oké, Link, krijg je 10 euro, 50 euro, hoeveel krijg je? Oké, Link heeft hem even gesnit van die tientje. Dus besef dat Link eigenlijk nog meer geld erover heeft aangehouden. Want Joost heeft hem 25 euro gegeven, plus nu nog een tientje erop. 35 euro, lekker man. Begon met weapons, okay, ik een schietstoot, en toen een navigatie. Ga het sturen, man. 25 euro als ik... Wat? Als je... Wat? Nee, sorry, ik had tegen mijn chat. Ja, skip dan maar. Maar luister, stem Sumi. Het is 100% Sumi. Het is 100% Sumi. Het is Sumi. Wat? Ik weet het omdat ik het ook ben. Stem Sumi. Stem Sumi. Stem Sumi. Stem Sumi. Stem Sumi. Ja, nee, krijgt ik hij weet dan 25 euro? Ik weet wat het is. Q is bezig, denk ik. Krijgt hij dan wel? Ja, man. Hij ging er ook voor. Ja, report maar. Het is 100% Sumi. Het is 100% Sumi. Stem Sumi eruit. Stem Sumi eruit. Sumi, alleen maar voor die fucking Link shit. Luister. Alleen maar voor. Nee, stil is. Alleen maar voor deze shit. Daniel, die stemmen we eerst eruit en daarna Sumi. Ah, op donder met die kut. Vind ik ook goed. Vind ik ook goed. Van wie is die dono dan? Van diegene. Fuck you, Tom. Fuck! 50 euro, kom maar hier. 50 euro. Lekker man, bro. Hey, jongens, Daan hoefde er echt niet lang over na te denken. Toen hij het eenmaal las, pakte hij dit gelijk. Hij dacht er geen moment over na. Nou jongens, de koptelefoon is af. Dan weten jullie wat het betekent. We zijn bij het einde van de video. We hebben wel lekker geld gedoneerd aan mensen die zichzelf gingen snitchen. En hun mede-imposten. Laten we dat vooral niet erbij vergeten. Want ze konden ook gewoon voor de 25 gaan. Maar ze gingen toch allemaal voor de 50. Eén iemand die zei van, ik ga het niet doen. Misschien geloofde hij ook niet dat ik ging doneren. Ik weet het niet. Maar ik heb genoten, ik heb gelachen. Het was het geld waard, 100%. En wil ik jullie nu bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben. En dan zie ik jullie de volgende video. Ik hou van jullie. Later. Skudaa!